Like de video met je duim. Niet met je wijsvinger of met je pink. Alleen met je duim. Ik daag je uit. Vandaag checken we elke geheime kamer in Brookhaven. En we beginnen gelijk met het allergrootste huis. Of beter gezegd, met de garage van het allergrootste huis. Wauw. Hier kun je een hoop auto's in kwijt. We hebben een prachtig uitzicht. Schilderijen. Een mini-sportschool. En een geheime kamer. Deze geheime kamer is alleen te betreden met een slaapzak. Als je namelijk naar de hoek van deze kamer loopt en je plaatst je slaapzak daar, moet je opletten. En je ziet het al, ik ben letterlijk door de muur geglitcht en ben daardoor in de geheime kamer. En als je er dan bent, kan je op deze knop drukken en dan kun je er wel gewoon in en uit lopen. En het enige wat er in de geheime kamer is, is de kluis met Robux. Come on, dude. Dit is toch geniaal. De volgende geheime kamer bevindt zich in dit gevangenishuis. Je kunt hier naar binnen gaan en dan heb je hier alle cellen. En als je dan naar boven gaat, naar cel nummer 8, dan kun je, als het goed is, naast de wc, door de muur heen, naar beneden, nog verder naar beneden. Oké, dit is ook nieuw voor mij. Dan kun je hier naar rechts toe. Oh man, dit is creepy. Oh, wacht even. En dan heb je, denk ik, een doolhof. Je zou toch zeggen dat het ergens naartoe leidt, of niet? Dit is in ieder geval allemaal onder de gevangenis. En ook al leidt het nergens heen, voor zover ik nu zie, het is natuurlijk wel de beste plek om jezelf te verstoppen. En waarschijnlijk wordt dit gebruikt door de Roblox gevangenen om te ontsnappen. En dan kun je hier doorheen zeker. Dude, we zijn ontsnapt uit onze eigen gevangenis. Moeten we nu onszelf bellen? Het is tijd voor de volgende geheime kamer. En dit is misschien wel mijn favoriet. Dit huis, het ziet er al fantastisch uit. Maar wat het nog beter maakt, is dat als je op deze lamp springt, je volgens mij hier door de muur kunt, momentje, hier naar beneden kan gaan. En dan heb je dus gewoon een geheime opslag. En daar is ook gewoon weer een kluis gevuld met Robux. En dit is gewoon een fantastische plek om jezelf en natuurlijk spullen te verstoppen. Stel voor, je hebt lekker snoep wat iemand wil stelen. Ik wil het stelen! Zoals Bob. En je kunt de geheime plek gewoon weer verlaten door eruit te springen. De volgende geheime kamer is denk ik een plek waar je eigenlijk niet naartoe zou moeten kunnen. Laat ik het zo zeggen, de geheime kamers die we tot nu toe hebben gecheckt, daar stonden ook echt gewoon spullen in. Of een knop. Of een stoel. Dus je weet dat de maker van het spel het zo heeft gemaakt dat je het kan vinden. Maar deze geheime kamer, weet je wat? Ik laat het wel zien. Het heeft namelijk alles te maken met de fire station. De brandweerkazerne dus. We zetten een ladder neer. Via die ladder zouden we, kijk, perfect. En dan hebben wij weer onze slaapzak nodig. En als het goed is, kunnen we dan nu, oké, ik heb de slaapzak geplaatst. En zoals je kan zien, we zitten nu, oh, ik ben er doorheen gevallen. Oké, wacht, nog een keer. Oh, ja, daar gaan we weer. Upsakee. En zoals je kan zien, we zitten dus nu eigenlijk in het dak van de brandweerkazerne. Je zou hier niet moeten kunnen komen, want er is ook letterlijk niks. Maar wat voor goede verstopplek is dit? De volgende geheime kamer is eigenlijk weer geen kamer. In Brookhaven heb je natuurlijk de subway. Niet die plek waar je broodjes haalt, maar letterlijk de metro. En als je daarin gaat zitten, dan lijkt het erop alsof je onderweg bent. Je kunt het horen en je ziet het ook. Maar wat als ik je vertel dat dit allemaal nep is? Moet je opletten. Kijk, dit is de plek waar dan zeg maar de bestuurder zit. En het ziet er echt naar uit alsof we, ja, in iets zitten wat rijdt. Maar als ik hier ga staan en ik leg mijn slaapzak hier neer op de juiste manier, momentje. Oké, dit zou moeten werken. Dan kan ik, oh my gosh, hij staat letterlijk stil. Ik bedoel, we worden gewoon in de maling genomen. En ik denk zelfs dat als ik misschien hier afspring, oh my gosh, maar wacht even. Wat dan als ik hier weer doorheen wil glitchen? Waar kom ik dan uit? Kom ik dan uit de map? Wacht, ik wil dit even testen. Oké, wacht, we gaan het proberen. Dan vallen we letterlijk de map uit. Brookhaven nog aan toe. Oké, de laatste geheime kamer zou hier ergens moeten zijn. Dit is een soort van tuin met allemaal water. En het heeft dus ook met water te maken. Oké, ik ga gewoon kijken of ik ergens misschien doorheen kan zwemmen. Het zou letterlijk een onderwaterkamer zijn. Het zou hier moeten zijn. Dus ik ga even checken of we de slaapzak zo kunnen neerzetten dat we er doorheen glitchen. Oké, come on. Oh. Volgens mij, je ziet letterlijk de kluis daar. En dan nu de laatste geheime locatie. Oké, we moeten eerst helemaal naar boven toe. En dan zijn we op zoek naar de kledingkast. Je hebt hier normaal gesproken gewoon de kluis die je kunt openen. Zit Robux in. Maar hier kun je door de muur heen. En heb je eigenlijk gewoon een soort van hoekje waar je iemand neer kunt zetten die stout is geweest. Maar eerlijk is eerlijk, dit is wel een hele goede verstopplek. Natuurlijk, als iemand tegen de muur aanspringt, heeft hij je gevonden. Maar niemand springt zomaar tegen de muur aan. Oh, wat? Er zit letterlijk iemand op een fiets op de
de achterkant van mijn auto. Luister, dude. Ik weet niet waarom je nog aan het trappen bent op je fiets. Ik bedoel, ik ben overduidelijk degene die rijdt. Oké, dit is wel heel grappig. Maar wat ik eigenlijk wou proberen, is kijken of ik nu naar een andere speler zijn huis kan. Stiekem naar binnen kan gaan. En me dan kan verstoppen op een van die geheime plekken. Hoe lang zou het dan duren voordat iemand zich beseft dat ik daar ben? Kijk, we hebben hier bijvoorbeeld een huis. Alleen, ik weet niet of deze überhaupt geheime plekken heeft. Om mee te beginnen naar binnen glitchen. En dat is gelukt. En dan wil ik kijken, kan ik mezelf hier verstoppen op een geheime plek. Oh nee, ik ben gezien. Is hier een geheime plek? Ik weet het niet. Oh, nu moet ik er heel snel een vinden. Is hier een? Dit is namelijk denk ik een van de huizen die gewoon geen geheime plekken heeft. Wacht, misschien hier boven de kluis. Wacht, ik ga het gewoon zo proberen. Misschien als ik hier doorheen glitch dat ik... Oh nee, ik zit letterlijk vast in de muur. Wat heb ik gedaan? Ja, dit is het risico van geheime kamers willen vinden. Ik zit letterlijk vast in de muur. Wacht, misschien als ik mezelf nu heel klein maak. Ja, kijk, nu lig ik in het bed. En wat? Het is nog gelukt ook. Ik heb mezelf tussen twee muren verstopt. Oké, luister. Dit is niet alleen de beste verstopplek ever. Maar niemand kan mij hier pakken, omdat ik gewoon super klein ben. Maar zou ik nu ook in de kluis kunnen glitchen? Ja! Oh, dude, ik zit letterlijk in de Brookhaven kluis. Kijk dan. En no way, dat meisje zit er ook in. Zit letterlijk in de kluis. Omdat wij dat bed hebben neergelegd, zit ze er helemaal in te glitchen. Dude, dat is bizar. Volgens mij hebben we zojuist echt het meest onmogelijke gedaan. Kijk dan, zij zit hier nu ook. Volgens mij snapt ze er echt niks van. Grootste glitch ever. Oké, ik wil hier wel weer weg trouwens, dus even kijken of dat werkt. Oké, volgens mij kom ik er nu weer uit als ik dat zou willen. Oh, wat? Ze heeft het huis verwijderd. Wacht eens even. Volgens mij hebben we letterlijk een dief gevonden met een zak Robux. Oké, ik ben een beetje te klein om hem aan te houden. Maar wacht even, wat gaat hij nou doen? Want hier staat een meisje met een zak Robux. Nou ja, weet je, het grappige is, ik claim dit huis hier gewoon. Dus hij kan er wel staan. Maar nu is het van mij. Hier heb ik trouwens nog niet gekeken voor geheime plekken. Hé, dat meisje loopt met me mee. Laat me met rust. Ik moet heel snel de deur dicht doen, anders komt ze binnen. Nee. Oh, wat nu? Oké, nu moet ik mezelf hier verstoppen. In de hoop dat ze niet weet waar ik ben. Oh, wacht. Ik kan mezelf hier nog een geheime plek herinneren. Dus als ik nou heel snel ben en zij zit niet achter me aan, maar dat zit ze wel. Maar let op. Ik weet niet meer waar het is, maar er zat ergens een geheime plek hier. Waar is het nou? Oké, let op. Dat meisje zit achter me aan. Maar ik heb een super slim plan. Ik kan mezelf hier gewoon verstoppen. Oh, let op. Heeft ze het door dat ik hier ben? Ze weet het niet. Oh, dat is zo grappig. Oké, wacht. Oké, ze komt deze kant op. En let op, ik ga heel snel hier naar binnen. Ze komt achter me aan. En ik zit hier verstopt. Heeft ze het door? Ziet ze dat? Nee, ze weet niet waar ik ben. Ik heb gezegd, laten we verstoppertje spelen. Jij telt tot 10 en dat is wat ze nu doet. Dus ik ga me snel verstoppen terwijl zij tot 10 telt. Oké, ik ben vrij klein. Dus ik zou mezelf wel ergens moeten kunnen verstoppen. Achter de tv misschien? En dat past niet. Oké, ik ga hier achter de boekenkast staan. Oké, volgens mij is ze klaar met tellen. Wacht, ik heb misschien nog een beter idee. Ik ga gewoon liggen en dan ga ik hieronder. Oh, dat kan niet. Oké, volgens mij komt ze eraan. Oh, ze komt naar boven, ze komt naar boven. Oh nee. Oh. Heeft ze het gezien? Ik weet het niet. Nee, ze ziet het niet. Oh, ze ziet het niet. Oké, ze is nu daar. Kijk, ik hou de camera in de gaten. Nee, ze heeft me gevonden. Ik heb gezegd, ik tel tot 10. Jij verstopt. Oké, ik tel tot 10. 1, 7, 8, 9, 10. Oké. 3, 2, 1. Oké, ik kom eraan. Waar zou zij verstopt kunnen zitten? Ik bedoel, ik vond dat ik een best wel goede plek had. Maar hier zit niemand. Alleen, ik heb gewoon zo'n idee dat zij beter is in verstoppen. Oké, hier ook niemand. Ja, kijk, ik ben heel klein. Maar zij kan haar avatar ook kleiner maken. Wacht even. Ik denk dat ze beneden is. Oké, wacht. Hier misschien de badkamer. Oh, ja, ik heb je gevonden. Abonneer voor meer en adios.